alles wat ze te kunnen doen ja. om je te chanteren, ben ik opgepakt. Moet ik niet zo naïef zijn om te denken dat het mij niet overkomt. Levensbeperking is gewoon een hele onaangename feit. Kan ons overkomen dat je geëxecuteerd wordt. Dus anderhalf jaar lang vastgezeten. Niemand verlaat eigen land voor de volle. Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Vandaag in de podcast Marjan. Ze werd geboren in Iran en groeide op in een fijn gezin. Tot zij zich verzette tegen het heersende regime en op haar 17e werd opgepakt en in de gevangenis belandde. Na anderhalf jaar geleefd te hebben in onzekerheid en met martelingen werd zij vrijgelaten. In 1990 vluchtte zij naar Nederland met haar gezin. Hier begon ze met studeren en zet zich inmiddels in voor vele organisaties. Is onder andere directeur voor Stichting voor Vluchtelingen en Studenten UAF. College van de Recht van de Mens zet ze zich voor in. En voorzitter van het Humanistisch Verbond. Dankjewel dat je er bent. Nou, dank voor je uitnodiging. We gaan natuurlijk even helemaal beginnen bij het begin. Kan je ons meenemen naar vroeger? In wat voor situatie ben je opgegroeid? Ja, ik ben wel 57, dus dan hebben we het even. Maar goed, ik ben geboren in Iran, in Resht. Het is een stad ten noorden van het land, het ligt aan de Kaspische Zee. Ik ben opgegroeid in een vrij normaal gezin, met een werkende moeder als verslaggever, een ondernemende vader. Liberaal, maar niet politiek bewust. Dat is ook inherent aan de situatie van Iran, want daar was nooit vrijheid. Ik was een middelste kind. Nou, ging naar school, ik groeide op. Iran is ook een vrij familiecultuur, zou ik het zeggen. Dus heel veel contact met de families, et cetera. En ja, daar heb ik het heel veel mooie ervaringen, zoals een kind zijn. Ik was ook een meisje die het niet zo heel graag uitging, et cetera. Dus ik was een beetje op mezelf gericht. Op een gegeven moment is in Iran een omwenteling geweest. De onvrede heerste. Dat was in de tijd van Shah. Ik was te jong om daar kennis van te hebben, van wat in onze samenleving zich afspeelt, dan kan je het wel zeggen, ik leefde ook in mijn eigen bubbel, samen met mijn gezin en familie. Nou, toen heb ik het wel inderdaad kunnen constateren dat er wel wat onrust is en mensen hebben allemaal het was in de tijd van de revolutie, zou ik het zeggen. En ik vroeg me af hoe dat komt. Wat is er aan de hand? Wat speelt zich in onze land af en waarom weet ik er daar niks van af? En zo ben ik steeds meer dichterbij aan de maatschappelijke thema's gekomen. Toen werd de school even dicht. Ik kwam me thuis zitten. Vanuit de televisie zagen we beelden van de verschillende demonstraties, die het wel heel hard werd neergeslagen in verschillende delen van het land. En zo is bij mij de interesse over niet zozeer het politiek, maar wat zich afspeelt in de samenleving gegroeid. En in die periode was er ook voor mij een moment om met mijn ouders in gesprek te gaan. Wat het ook soms pittig was, echt als jeugd en puberaal van hoe komt dat dat ik het daar niks van af weet. Hoewel dat jullie het zeggen altijd van dat jullie ons een vrije opvoeding geven. En daar heb ik het wel wat mogen boeken lezen, et cetera. Heb ik er wat meer te achter gekomen over maatschappelijke problemen, maar het was voor mij nog heel erg abstract. Ik had daar weinig zicht op. En nadat het Shah weg was gegaan en een periode van, hele korte periode van vrijheid in Iran aanwezig was, heb ik mij wat meer aangetrokken gevoeld bij de politieke partijen. Dan dacht ik van, nou, als de Shah en de dictatuur weg is, dan hebben we alle mogelijkheden om ons eigen nieuwe regime of systeem te kiezen. Ja. Dan wilde ik graag een politiek bewust keuzes kunnen maken. En daar heb ik me aangesloten als echt een sympathisant aan een progressieve partij. En de periode van pamfletten verspreid, manifesten bijgewoond,
demonstraties bijgewoond. Waarom was die partij zo belangrijk voor jou? Nou, ik had wel gekozen voor meerdere... Ja, het was meer een oriëntatiefase. Ik vond het wel heel erg belangrijk, omdat de scheiding van de kerk en de staat aanwezig was. En het vervolgens heel erg sociaal-democratische gedachtegoed omarmde. Ja. Dat je het wel inderdaad moet een economie hebben waarin iedereen recht heeft op een gelijke kans. Dus die filosofie, dat omarmde ik toen. Nu nog steeds vind ik het heel erg belangrijk. Maar goed, in die periode was dus even gewoon oriëntatie, et cetera. En toen mocht het wel het volk kiezen voor welke systeem we willen. En daar was eigenlijk geen keuzemogelijkheden. Want Khomeini heeft gezegd, het komt een islamitische republiek. En de republiek is het ook inderdaad een woord waar je het wel ook nog een podcast over kan hebben. Als je het wel koppelt aan islamitische. Maar... Toen zijn heel veel van die oppositieleiders in opstand gekomen. Om te zeggen, nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat de mensen nu de volk zelf te kiezen heeft. Ja, anders is het niet democratisch gekozen. Ja, nee. Zeker. Maar goed, daar kwam een hele harde opstand vanuit. Of tenminste, het is behoorlijk onderdrukt vanuit Khomeini, vanuit het islamitische systeem. En alle partijen die daar in opstand waren en hebben zich verzet tegen de vorm zoals het wel toen werd gekozen. Dan kwam eigenlijk een soort dreiging naar alle politieke partijen. Nou, zelfs dat Khomeini heeft gezegd, iedereen die heeft zich ooit heeft aangesloten tot deze partijen, dat zijn de vijanden van de God. Meen je? Ja. Ja, dan word je het wel, dan werd de volk... Die mensen werden opgeroepen om die mensen gewoon tegen te werken. En dan ontstaat het een hele griezelige situatie. Ja. En ook geweld. Nou, dus als gevolg ben ik een tijd gaan onderduiken. Ja, was het echt zo heftig? Hoe wisten mensen dan bij welke partij je aangesloten was? Nou, kijk, het is wel altijd tijdelijk, hè? Want je gaat naar, je wordt geïdentificeerd, al is het mijn grote stad. In die periode was van dat er niemand had gedacht van, nou, ik ga het even gewoon anoniem iets doen. Dus je ging naar een demonstratie, je was er aanwezig, je bent herkenbaar in je eigen wijk. En de volk wordt het heel erg tegen elkaar afgezet. Ja, heel polariserend, ja. Inderdaad, vertel en heers, want ik behoor tot deze groep, jij behoort tot het tegenovergestelde. Ja. Dus dan ben je de vijand van... Het is best een hele lastige politieke situatie om dat te goed kunnen doorgronden. Zeker vanuit de Europese democratische gedachtegoed die we hier kennen. Ja, dan kunnen we het helemaal niet voorstellen dat een partij gewoon zegt, luister, wij gaan het gewoon regeren en jullie dealen er maar mee. Dat is een hele rare situatie, kan ik me voorstellen. Ja, maar goed, we zien het nog steeds. Hè. We hebben het ook in... Arabische lente ook gezien dat het inderdaad heel even opstand is. En daarna mensen die juist hebben het opgekomen voor meer vrijheid, dat ze het ook inderdaad een hoge prijs voor moeten betalen. Ja. Dus het is vergelijkbaar, zou ik het zeggen. Maar ik was toen jong, ik was niet zo van, nou, dit gaat het wel verkeerde kant oplopen. Ik behoor dan tot een groep die het gaat risico lopen. Was het ook voor mij minder relevant? Want je bent... Ja, je strijdt vanuit je idealen en denk je, ik ga wel voor vrijheid, ik ga het voor gelijkheid. Ja. We dachten met z'n allen van deze overheersende partij van die Khomeini gaat snel voorbij. Ja, je dacht dat was gewoon een periode. We dachten allemaal dat gaat heel snel over. Niet weten dat ze tot de dag van vandaag als het systeem nog aanwezig zijn. Maar goed, ik was nog jong, dus dat betekent dat je het ook... Mijn ouders waren ook heel erg bezorgd. Dus het was inderdaad... Zij achten het ook de situatie zo gevaarlijk, ik ook trouwens, dat ze dachten van, nou, we gaan er wel voor kiezen om haar even gewoon ergens anders onderbrengen. Dat noemen wij inderdaad zo'n onderdijkadres. Het was bij mijn tante in Teheran. Totdat de situatie gewijzigd is. Dus ook dat was het voor hun. Ook van, nou, het wordt gewijzigd, dan komt ze weer thuis. Dat beschrijf ik allemaal in mijn boek. Ja. Dus het is best een hele lange verhaal om het wel zo kort te kunnen vertellen.
Maar toen ik naar Iran, toen ik in Teheran was en toen ben ik naar Rasht gekomen. Dat is ook weer een verhaal waar ik het wel heel graag wilde met het nieuwjaar. Even bij mijn familie zijn en ook dat ik mijn familie miste, maar ook school, ja, en leven. Ja, want eigenlijk gaf je op dat moment alles op omdat je gewoon voor veiligheid jezelf moest terugtrekken. Ja, en het was gewoon maar thuis blijven totdat het maar het over is. Ja. Maar als het maar... Maar het werd niet beter. Nee, kijk, we zitten nu in de tijd van de corona. We weten het hoe lastig het is als je het inderdaad niks kan ondernemen. Je leven staat stil. En toen kwam ik inderdaad naar Rasht. Op dezelfde nacht. Het was 28 maart uit mijn hoofd. Ben ik opgepakt. Dus de eerste nacht dat je terugging naar je ouders, eigenlijk vanuit het onderduiken. Zelfde nacht opgepakt. Ja. En hoe weten zij dan dat jij terugkwam? Ja, we hadden het echt zo geregeld dat we dachten van dat het niemand kan het zien. Ja. Maar toch denk ik op het moment dat je die weg rijdt naar je huis. Ons huis was er ook inderdaad in een straat waar een moskee was. Dus heel veel van die islamitische jongen, zeg maar, daar aanwezig waren. En dan, je beukt even, je denkt niemand gaat je wel zien. Toch, gelijk, je weet het ook niet. Ik weet het tot de dag van vandaag ook niet. Hoe zijn ze erachter gekomen? Maar toen ik thuis was, lag ik in bed. Het was laat in de avond. Nou, kwamen ze binnenvallen, hebben ze me meegenomen. En anderhalf jaar later ben ik vrijgelaten. Dus ik weet niet wie heeft mij geïdentificeerd. Dus, en wat was de reden voor aanhouding? Echt het feit dat jij hebt ingezet voor een oppositiepartij? Ja, zelfs al was ik het al maanden gewoon gesneden vanuit de oppositie. Nou, dat was het voor hun een reden om je op te pakken. Want dan ben je gevaarlijk. Wat ging er door je heen op dat moment? Ja, het is een goede vraag. Het is gewoon, je weet niet wat je te wachten staat. En aan dat moment had ik het wel vaker gedacht. Dat het wel ook, moet ik niet zo naïef zijn om te denken dat het mij niet overkomt. Nee. Mijn moeder was er ook bij tijdens arrestatie verzette zich. En smeekte om haar kind niet mee te nemen. Dus op dat moment dat ik weg was, was ik er ook heel erg bezorgd over wat met mijn familie gaat gebeuren. Mijn jongste zus was thuis. Maar zijn die consequenties er vaak? Dat ze dan ook achter een familie aangaan? Of, ja. Ja? Ja, studieverbod voor je familie dan. Worden ze opgepakt. Dus alles wat ze kunnen doen om je te chanteren. En om je bang te maken? Zeker. Angst zaaien? Ja. Ja, dus wat er om me heen ging was van, het gaat het nooit meer hetzelfde worden. Nee. En er staat mij een geschiedenis te wachten, wat ik zelf niet weet wat het is. Zoveel onrecht, iets wat wij ons misschien niet kunnen voorstellen. Ja. Dat daar echt de normaalste zaak is, dat als je je inzet of een andere gedachte hebt, dat daar gewoon risico's bij komen kijken. Ja. Dan weten we het echt onvoldoende wat de daadwerkelijke betekenis van vrijheid is. Hoe groot goed het recht is wat wij hier hebben. Ja. Daarom is het ook heel belangrijk om dit soort verhalen ook, dat we ook weten dat het niet in de hele wereld nog zo is. Nee, nog steeds niet. Nee. En op dat moment belandde je in een gevangenis, anderhalf jaar lang. Hoe was die periode? Het is een periode van gevangenis, zeg ik altijd, is een hel op de aarde. Het is absoluut ook misschien niet vergelijkbaar met heel veel andere vreselijke gruwelijkheden, met de concentratiekamp, maar je hebt geen leven. Ze willen het wel veel van je weten, dus het hoort er wel inderdaad heel veel onderdrukking erbij. Maar ik zeg het ook erbij, het is ook, dan kom je ook in contact met andere mensen die het ook wegens politieke activiteit zijn gearresteerd. Er zijn mensen die worden geëxecuteerd. Er zijn ook allemaal mensen waarin je ook contact mee hebt. Dus het is een verzameling van alles waarin het zich afspeelt in kleine gesloten community. Dus dat is ook hoe je het wel dan mee omgaat,
Is ook, denk ik, hoe je, welke belevenis je er wel van overhoudt en dat je het wel kan met de herinneringen in je leven verder gaan. Ja. Maar het zijn heel veel onaangename. Er zijn ook heel veel wijsheden waar ik het ook ja, want je zit met veel gelijkgestemden natuurlijk op dat moment. Ja. En wat bedoel je met onaangename? Nou, ik bedoel, levensbeperking is gewoon een hele onaangename feit. Want het feit dat je het niet zelf mag bepalen, bewegen, sanitaire stop, heb je daar geen recht op. Er is wel altijd sprake van geweld. Ja? Dat is het ook zeker wat aan de orde is. Je wordt in isoleercel gezet, je komt met mensen in contact. Waar ook onzekerheid een grote rol speelt. Je weet niet wat je morgen te wachten staat. Maar je weet het ook niet wat jouw lotgenoot, je kameraden, morgen te wachten staat. Dus wat dat betreft is inderdaad heel erg onzeker. Ja, veel angst ook. Angst. En dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is inderdaad van iedereen zit voor eigen idealen. Wat jij ook zegt, gelijkgestemde. En je probeert het ook met elkaar de kracht eruit te halen en vanuit de solidariteit en saamhorigheid heel veel vooruit te kijken. Ja. Maar perspectief is ook zeer beperkt. Ja. Dus je weet het ook niet. Hoe lang het gaat duren. Ja, en ja. Hoe het gaat uitpakken. Ja, want zeggen ze daar dan iets over, hoe lang het gaat duren? Er is geen eerlijke rechtssysteem. Dus je krijgt geen advocaat, je krijgt geen recht om je te verdedigen. Er zijn allerlei beschuldigingen. Nou, dan kan je wel ontkennen, maar het gebeurt er niks mee. Je krijgt ook niet van, hier is een rechtbank, dit is jouw rechtuitspraak. Ja, je hoort het van de ene van, nou, je hebt levenslang gekregen. Maar ja, het staat niet op papier. Nee, dus dat weet je niet. Nee. En van anderen hoor je, oh nee, 15 jaar. En ja, het is gewoon heel veel speculeren. Ja, totaal niet gegrond. Nee. En dan vervolgens, dus daar zit je wel met elkaar. En iedereen heeft ook zoiets van, ja, één ding weten we het wel. Dat het kan ons overkomen dat je geëxecuteerd wordt. Dus die feit, ja. Die staat het wel voor heel veel mensen. Maar vaak. Wat was dan de druppel voor dan de heersende, of het heersende regime om dan mensen te executeren als ze al vast zaten? Angst. Nog meer angst zaaien onder de anderen. Ja, nou kijk, dus is nu nog steeds een hele inderdaad het, gebruikelijke methode. De familie gaat het wel inderdaad het kind meer weerhouden om iets te ondernemen. Maar mensen worden bang van ik wil wel. Ja. Een prijs voor betalen, maar niet dat. Niet ook iedereen, er zijn genoeg mensen die het wel denken van ja, als dat mijn prijs is, dan ga ik er wel voor. Maar het is ook van... Maar is het dan heel willekeurig wie er worden geëxecuteerd? Ik kan het niet anders zeggen dat in zo'n situatie zoals het bij ons gebeurde, nog tot de dag van vandaag... Dat het heel erg willekeurig is. En ook tegelijkertijd niet, absoluut niet rechtvaardig. Want nee. Je wordt gemarteld, vastgezeten, geëxecuteerd wegens vrij denken. Wegens je vrij uiten, wegens opkomen voor de vrijheid. Ja, dat kan gewoon niemand het rechtvaardigen. Nee. Ja. Ik kan het me bijna niet voorstellen. En ik vind het daarom ook zo een belangrijk onderwerp. Ja. Omdat het zo'n goed recht is wat wij hebben, dat we maar gewoon vrijheid kunnen praten. Ja, daarom zit ik ook echt hier, omdat het ontzettend belangrijk is om die boodschap blijven doorgeven. Ik ben zelf ook buitengewoon geïnteresseerd in verhalen van de mensen die ook in de concentratiekamp hebben gezeten, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat gaat het ook allemaal ons vermogen boven. Dat je denkt, hoe is dat het allemaal mogelijk? Hoe is het zo ver kunnen komen? Maar zo is het is zo belangrijk dat de verhalen blijven vertellen. En niet denken, dat kan mij niet overkomen. Want ik ben er ook altijd heel erg waakzaam voor. Voor bewaken van die vrijheid zoals we het wel hebben. Ja. Gewoon iedere mens op de aarde. Ja, en op een gegeven moment word je vrijgelaten na 1,5 jaar. Ja, ik ben dus 1,5 jaar lang vastgezeten. Ik was in maart, was ik dus nu nog 17. In mei werd ik 18.
En toen ben ik vrijgelaten 1,5 jaar later. Ook voor mij onvoorstelbaar. Ik had echt totaal geen idee. Hoe ging dat moment? Hoorde je dan opeens van... Nou, het staat echt in het boek. Ik zal jullie echt aanraden om dat stuk ja. te lezen. Van, ik moest wel iets tekenen. Meestal word je het wel naar voren geroepen en zeggen ze gewoon... Nou, zet je blinddoek om. En chador, dus je moet je hoofd bedekken en kom naar voren. En dat was in mijn situatie was niet een avond. Avond is ook van heel vaak het teken van het is afgelopen. Dus je wordt het echt nu geëxecuteerd. Maar het kan ook, hè? Dus het is niet van dat het overdag niet kan. Dus je komt er naar voren en moest ik iets tekenen met een blinddoek. Wat je niet weet wat je aan het tekenen bent. Dus je moet een contract tekenen met een blinddoek op. Ja, zoals een papier voor jou staat, staat inderdaad mijn naam eronder. En dan zeggen ze, zet hier een krabbeltje en dan heb ik het ook gedaan. Ja, je weet het ook niet wat de waarde is van de krabbeltje, maar je weet er ook niet wat erop staat. Je kan het ook zeggen van, ik doe het niet, maar ja, heb je ook. Waarschijnlijk word je toch gedwongen om het te doen. Dus ja, en ik had ook niet, ik zat niet op dat moment denken, oh, ik ben nu aan het tekenen van mijn doodvonnis. Dus dat was het ook voor mij niet, want volgens mij had ik het wel genoeg informatie gekregen dat er voor een doodvonnis ook niet hoeft getekend te worden. Maar ja, je hebt totaal geen idee en het is echt niet om groter te maken dan het is. Dan zetten ze jou ergens buiten en dan sta je daar en je denkt van, hè? Ik hoor geluiden waar je afgelopen maanden, jaren niet heb kunnen waarnemen. Je voelt dat er wel iets is, maar je weet niet wat het is. Want met de blinddoek ga maar even lopen. Ergens word je afgezet. Nou, op een gegeven moment heb ik denk ik de moed gehad om stukje op stukje mijn blinddoek omhoog te doen. Om te kijken, waar bevind ik mij eigenlijk? Ja. En dat was buiten de hekken van de gevangenis. En dan sta je echt te bibberen van, oh, mag ik het nu lopen? Want betekent dat ze het mij ook kunnen doodschieten om te zeggen van... Ze is ontsnapt. Ja, zeker. Ja. Goed. Of moet ik het wel blijven? Dus het is dat zijn echt de hele moeilijke keuzes. Keuzes, ja. Maar ook, het gaat zo razend. Ja, toen dacht ik, ach, ik hoef ook niet zoveel over na te denken. Ik bedoel, ik neem die stap. Ja. En die stap heb ik genomen. Nou, dan schrijf ik het wel. En toen kwam ik het thuis. Echt hard gaan lopen. Niet hard lopen, maar hard gelopen richting huis. Dus je stond daar alleen? Ja. Met die blinddoek op en zij reden weg? Ja, met een chador, met echt zo'n slipper vanuit, zonder sokken bij wijze van spreken. En dan loop je weer naar uit. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen, goed. De reden waarom jij werd vrijgelaten was omdat ze een deal hadden gesloten, toch? Ja. Maar dat kreeg ik later te horen. Dat wist je op dat moment nog niet? Nee. Dat kreeg ik. Ik vond het wel een beetje merkwaardig. Maar ook omdat ik het heel erg constateerde dat mijn familie ook niet zo nieuwsgierig was. Van, maar wat maakt het dat je hier bent? Dus het werd me niet de vraag gesteld. Ja, hoe ben je vrijgelaten? Wat is er wel eigenlijk gebeurd? Etcetera. Toen dacht ik van, het is wel merkwaardig dat ik zo een beetje het mocht wel vrijlopen en vrij ben gelaten. Maar is dat ook een vrijlating? Wat achteraf is me dan verteld van, ja, er is een pact gesloten. Dus je bent vrijgelaten, je gaat trouwen. En wees gerust, want je gaat trouwen met een vriend. Ik kende hem, hij was er ook bij. En moet je wel elke week even melden. Dus ik had ook een meldingsplicht. Dus dat was ook waarschijnlijk wat ik had getekend. Ja. Het gaat toch allemaal goed komen. Alleen je mag het niet studeren, je school afmaken, et cetera. Toen was ik razend. Ja, snap ik. Dat je het wel inderdaad vrij Je bent dan vrij, of... maar ook niet vrij. Ja. En er wordt gewoon bepaald dat jij... Er was ook losgeld betaald, toch? Ja, het was van... Ik heb nooit de details van hoeveel losgeld of et cetera's... of borg en noem maar wat. Daar heb ik er nooit van kunnen kennis van nemen. Nee, maar je wist wel, ik mag niet meer studeren. Ik moet gaan trouwen. Ja.
En ik mag eigenlijk niet meer... Ik heb alsnog je vrijheid niet terug. Nee, ik heb aanvankelijk me ook een beetje tegen verzet. Want het was echt een periode van augustus. En het was van, nou, binnen een week moest alle arrangement geregeld zijn. Ik zei, dat gaat echt niet gebeuren. Dan ga ik het maar weer de gevangenis in. Je gaat het ook soms een beetje tegen verzetten. Dat is ook... Ja, je weet dat het misschien weinig zin heeft, maar je doet het toch. Dus ja. Dat vind ik het wel... Waarom vond het regime het zo belangrijk dat jij zou trouwen en niet zou gaan studeren? Ja, ik denk dat het wel een onderdeel van het pact was. En tegelijkertijd denken ze, als je gaat trouwen, sticht je een gezin. Nou, dan heb je veel verplichtingen en daardoor kan je niet meer deelnemen aan een soort politieke bewegingen. Ja, andere prioriteiten hopen ze dan. Ja, ja. En het is ook niet onwaar, want in principe als je het alleen bent, heb je verantwoordelijkheid van je eigen leven. Ja. Op het moment dat je gaat gezin krijgen, dan heb je ook al andere verantwoordelijkheden. Dus, ja, meer risico's. Ja, dus het is best, er zit er wel een filosofie erachter, wat ze denken. En het kan het wel goed uitpakken. Ja. En dan tegelijkertijd... Je weet ook dat je ouders ook gewoon daar behoorlijk hebben een deel gesloten. Dus het hele systeem betrekken ze erbij. Ja. Dus, dat is voor hun ook een soort... Onderdrukking ook. Ja, ook een soort controlemechanisme. Ja. Dus want op dat moment was het regime was islamitisch ook, toch? Het is nu nog steeds. Nog steeds, ja, precies. Merkte je daar ook veel van in de gevangenis of in die... Ja, je moest het wel. Het was de hele tijd het geluid van azan en allerlei islamitische geluidversterker in de gevangenis. Al die mannen met de baarden en voortdurend het gevoel van dat het hier iets overheerst wat heel erg vanuit goddienst gelegitimeerd wordt. Ja. Ja, dat was er wel aanwezig. Hoe vond je dat? Ja, het is gewoon een vreselijke situatie waarin je voortdurend aan het schikken bent van, nou, hoe kan ik het wel toch maar in deze situatie, mijn eigen situatie creëren, waarin toch maar vlucht naar mijn eigen gedachten. Ja. En op dat moment ben je dus verloofd en moet je binnen een week gaan trouwen. Ja, dat doe ik dus niet binnen een week. Ja. En ik was inderdaad, ik kende mijn vriend, maar ik was te jong om trouwplannen te hebben. Dus dat was het absoluut niet aan de orde. Maar we hebben heel veel met elkaar gepraat. In zoverre dat je het praten kunt noemen. Ik heb het wel gezegd van, nou, ik ben te beschadigd. Ik kan eigenlijk geen binding aan in mijn leven. Ik weet niet of ik het iets te geven heb. En dat was eigenlijk het onderwerp van het gesprek met mijn partner, waar we ook nog steeds samenleven. Dus, hoe was het voor gelukkig. Hem? Voor hem, want voor hem wordt ook gewoon bepaald van... Nou, hij was zelf ook een onderdeel van. Hij heeft samen met mijn moeder gezorgd voor deze... Om mij vrij te krijgen zagen zij gewoon van... Moeten jullie gaan trouwen, ja. Ja, en hij zag er wel als een mooie oplossing, want hij was... Knetter gek op mij, verliefd op mij. Ja. En ik vond hem ook een hele leuke vent. Daar ging het mij niet om, maar niet om te trouwen. En hij zag wel dat als een mooie, ideale situatie... Ja. Om zijn verloofde, zijn vriendin, hoe je het ook noemt, zijn geliefde... het gewoon vrij te krijgen om op deze manier samen verder te kunnen leven. Maar dat is het inderdaad een geromantiseerde bel. Want het is een goede vraag van wat betekent dat voor hem? Wat betekende dat inderdaad dat ook hij direct te maken kreeg... met mijn trauma. Ja. Dus het is net niet getransformeerd, maar het heeft hem ook in zijn leven behoorlijk beïnvloed. Ja. Nou, we zijn dus niet direct gaan trouwen, maar we zijn in december gaan trouwen. En als je mijn trouwfoto ziet, dan zie je het ook hoe ongelukkig ik eruit zie. En het heeft niks met hem te maken, het heeft te maken met... alle keuzemogelijkheden die mij werden afgepakt. Ja, gewoon weer je vrijheid wordt weer ontnomen. Ja, dus het gevoel van... ik heb geen zelfbeschikking over mijn leven. Ik kan niet studeren straks. En ik trouw met iemand, maar eigenlijk is ook niet het trouwen... iets wat nu op de planning staat. Dus dat maakt het... En inderdaad, het gevoel van waarom ik de rest niet
Ja. Het is ook een hele lastig thema. Wilde je graag studeren? Ja, zeker. Ja, ik vond altijd leren heel erg fijn. Zo'n gevoel van... Ja, dat werd je gewoon ontnomen ook. Ja, ook, ik vond het wel nog steeds dat mijn wereld werd groter door het leren. En ook al wou ik het niet leren, het feit dat je het zelfbeschikking, niet mag, ja. Dat is het denk ik het meeste zwaarste. Ja, ja. Kan ik me heel goed maar goed, voorzien. We zijn getrouwd en heel lang de worsteling gemaakt van... Wat is de weg om toch maar beter te kunnen dealen met, met je verleden? Dat is een worsteling misschien, dat ik het ook nog zeg, dat het ook tot heden aanwezig is. Maar op een gegeven moment leer je beter mee omgaan. Geluk hebben we onderweg gevonden, zeg ik. En daar hebben we beide heel erg ons best voor gedaan. Hij meer dan ik misschien, zeker in de situatie waarin... hij mentaal en in betere conditie was. En ook emotioneel. En hij was er ook iemand die heel erg graag mij de tijd en de vrijheid gunde... om op eigen manier mijn weg daarin te vinden. Ja, dus het had ook iemand kunnen zijn die dat misschien niet had gegund. Zeker, ja. Dan had ik het wel nog een hel bovenop hel. Ja. Ja, want op een gegeven moment wordt er dan ook echt afgesproken vanuit het regime van... dan moet je binnen een x-aantal jaar ook een gezin stichten? Nou, ze hebben het niet kinderplannen voor ons gelukkig gemaakt. Want ja, het had ook gekund dat ik geen kinderen kon krijgen. Ja. Maar goed, de druk is er wel. En het was voor mij ook zelf een beetje de zoektocht van... nou, geef mij alsjeblieft een aanleiding om te blijven leven. Ja, was je zo gelukkig? Ja, ik vond het leven als een lijden. Ja, ik vond het echt het bijna synoniem. Omdat het zo als onrecht voelde? Nog steeds hoor, het meest bewerkelijke wat je moet doen. Maar toch moet je het wel omarmen. Je bent heel erg bezig met je verleden en heden heeft geen ruimte voor verleden. En ook je kan verleden niet helemaal wegpoetsen. Nee, en de trauma's natuurlijk uit de gevangenisperiode. Ja, ja. Kan ik me ook voorstellen. En dan weet je het ook niet waar je naartoe gaat. Dus het is een soort situatie waar je naar leeft en wordt je het geleefd. Maar ik heb daar kinderen gekregen, twee zelfs. Twee jongens. En ze hebben me zeker een soort invoeling gegeven. Maar dat heeft het ook niks met de kinderen te maken. Want het is een groot geschenk die mij in het leven is overkomen. Maar het was ook niet iets wat ik zocht. Dus het maakte me ook weer niet happy voldaan. En gelukkig. En, nee, dus, en niets in de zin van, oh gelukkig, want ik ben gelukkig als ik het alles heb. Dat niet, maar die vrijheid die had ik nog steeds niet. Ik was echt... een vogel zonder vleugels. Ja. Ik leefde in een kooi. Zo'n gevoel had ik. Dus ik leefde en ik deed er alles. Ik verzorgde en verzorgde mijn kinderen goed. Ik probeerde ook een liefdevolle opvoeding te geven. Maar iets geen vrijheid. Was het gewoon helemaal dof. Van ik leef niet zoals ik het graag wil leven. Nee. Ja. Was er op dat moment, je kon natuurlijk totaal niet meer je geluid laten horen, toch? Ja, je hebt geen stem. Nee. Je hebt geen stem. En op dat moment besluit je ook om Iran te verlaten? Niet direct. Oké. Okay. Dat is ook niet onbelangrijk, omdat heel vaak wordt gedacht van mensen, vluchtelingen zijn gelukszoekers. En nou, als het maar even niet goed gaat, dan pakken ze in en dan gaan ze het wel over met die Trenese Zee. En stappen ze in krakkemikkige bootjes en nou... of belanden ze in de zee of komen ze het naar Europa. Ja, veel vooroordelen. Nee, dat is hem dus niet. Want niemand verlaat eigen land voor de lol. Ik heb na die situatie best heel lang in Iran ook nog geleefd. Ik had daar twee kinderen gekregen. Jaren later is mijn man gevlucht. Voor hem was een... Dus hij was niet de directe aanleiding, maar hij was de aanleiding. Hij was niet politiek actief, maar hij had een filmopdracht voor een oppositiepartij in het buitenland over mensen die in de openbaar orde werden geëxecuteerd of opgehangen. Ja, daar had hij veel materiaal van gemaakt. Ja. We hebben het over jaren 80, waar de wereld gesloten was. Geen social media, et cetera. Nou, daar is het wel...
gesignaleerd. Dat, en toen had hij het ook zoiets, nou, als ik word opgepakt, is het afgelopen. Ja, ik moet vluchten. Dus toen is hij gevlucht. Dus save your life. Dat was eigenlijk de boodschap. Ik bleef achter. En toen werd inderdaad alleen maar lastiger. Ik mocht niet studeren, ik mocht niet werken. Ik werd, mijn huis werd even, ik werd uit mijn huis gezet, want ze wilden het inderdaad huis in beslag nemen. Na een tijdje kon ik er weer in, dus dat, maar ik ben er nooit meer daarin gaan wonen. Ik ging naar mijn ouders. Ik werd om de hapenklap gewoon weer gearresteerd voor een korte detentie. Of ik moest het even iets vertellen over wat ik niet wist. Ja, want je man was op dat moment nog steeds gevlucht. Ja. Ja. Dus ze wilden weten waar hij was met die hij beelden. Hij was inderdaad en belde. En ze hebben een hele huis doorzocht. Maar goed, toen dacht ik van, nou, ik was ook een beetje boos. Ik dacht van, nou, potverdorie, je krijgt mij vrij. Je gaat met mij trouwen en we krijgen kinderen. En dan doe je iets wat je weet dat mijn leven in het gevaar brengt, maar ook het leven van onze kinderen. Na een tijdje had ik het wel toch besloten om te vluchten. En dat was niet makkelijk, want dan was ik een jong vrouw met twee kinderen. Maar voor mij stond het heel erg vast dat dit geen leven nee, is. Nee, je moest weg daar. Ja, en ik vond het echt ook op dat moment van, het is de enige keuzemogelijkheid die ik heb. Ja. Ik ga er mijn best voor doen om mijn leven. Kan je vluchten? Hoe werkt het dan? Ja en nee, ja. Je kan vluchten. Je moet wel geld bij elkaar sprokkelen. En je moet een smokkelaar zien te vinden. Ja, hoe kom je in aanraking met smokkelaars? Je netwerk voor vragen. Een netwerk bestaat vaak uit mannen. Ja. Uit je omgeving. Kan je oom zijn, kan een vriend van je man zijn, kan een familie zijn. Vragen van, ken je iemand die mij kan in contact brengen? En zo beschrijf ik het ook in het boek. In contact gekomen met een smokkelaar. En vanuit die contacten uiteindelijk verschillende routes geprobeerd, verschillende manieren, heel veel geld gekost. Maar eenmaal het besluit nemen van, ik ga voor vrijheid, ik ga voor veiligheid. Toen kreeg ik ook heel veel kracht om weer op cruciale momenten besluiten te nemen. Wat ik achteraf gezien ook denk van, wauw, ja. Hoe dapper. Het klinkt het wel heel erg moedig op dat moment. Ik was er ook gewoon. Ik vond dat ik het wel moest een besluit nemen. Maar het was ook zeer beangstigend. Het is niet van dat een stuurder Marjan het stond om een besluit te nemen. Nee, want het moment dat misschien de politie erachter komt, hangt er dan ook weer een executie boven het hoofd? Van alles kan. Ja. Je hebt geen eindterm. Nee. Van het kan en. Weet je wat? Het klinkt heel erg stoer om te zeggen, maar op een gegeven moment was ik er ook niet bang voor om doodgeschoten te worden. Het enige wat ik vond is gewoon vreselijk dat mijn kinderen zonder mij moeten opgroeien. Ja. Dat vond ik het wel. Maar ik vond dat het wel alles moet uit de kast halen om het proberen, te vechten voor mijn vrijheid. Ja. En daarmee ook voor de vrijheid van mijn kinderen. Ja. Ja. En dat het wel gelukt is, ja, dat snap ik het soms zelf ook niet. En hoe is die route gegaan? Ik kan echt niet in een podcast over de route zeggen. Oké, sorry. Het is best heel complex. Er zijn er meerdere routes geweest. Ik heb via Turkije geprobeerd. Het is niet gelukt. Ik heb uiteindelijk gekozen om. En dan was het echt de enige alternatief. Om toch maar terug te gaan naar Iran. En vanuit Iran te kijken van hoe kan ik het wel toch op een andere manier, wat het een beetje niet veilig, zou het niet zeggen, maar betaalbaar was. Want op een gegeven moment raakt je hele geld ook op en je denkt, dat heb ik geprobeerd. Dat lukte niet. Wat blijft het nog open? Ik had wel een paspoort, maar op het moment dat je in de gevangenis zit en word je vrijgelaten, iedereen kan een paspoort vragen, dus dat is het een soort legitimatiebewijs, dus dat is, daar betaal je voor en dan krijg je het wel. Maar toen hebben ze gezegd, je staat op de zwarte lijst, dus je mag niet het land verlaten. En ik had meldingsplicht, dus had ik het wel kunnen weten. Ja. Dus dat was voor mij een reden om niet direct een legale route, is om naar buitenland te gaan, maar wel via vluchtroute.
En op een gegeven moment de laatste was van, ja, het kan niet anders. Ik moet het wel kijken of ik het toch maar met mijn paspoort kan. Ja. Het land uit met een legale visum. Dat was ook advies van mijn smokkelaar toen. En dat heb ik geprobeerd. Toen ben ik weer in Teheran, in Mehrabad. Dat is zo'n vliegveld. Ben ik aangehouden, gearresteerd, korte detentie gezeten. En toen, met je kinderen? Mijn kinderen zijn toen direct aan mijn familie overgegeven. Dus dat is het enige fijne van. Een van de dingen waar ik heel erg dankbaar ben. Dat ik nooit met de kinderen in de gevangenis heb gezeten. Had ook gekund. Maar en toen ben ik het weer na een paar dagen vrijgelaten. Omdat ze het, dachten van ja, het is nu afgelopen. Dat weet ik ook niet. Het zijn soms dingen die je nooit kan erachter komen. Ja. En toen, toen was ik zo woest, woedend, maar ook zo onverzettelijk. Ja. Dat ik dacht van, nou, ik doe het echt. Want ik had het nog een paar dagen tijd, omdat het visum was verlopen. Ja. Ik was zoveel geld kwijt. Ik was mijn vliegticket kwijt. En toen zeiden ze, probeer het maar eens. Ik zei, ga ik het doen. Wacht maar even, anders moet je me doodschieten. Dus echt, weet je, dat is het meest verzettelijke wat er van jou naar boven komt. Toen ben ik het echt op laatst minute, kan je zeggen, ben ik het wel in geslaagd om te kunnen vluchten naar Frankrijk. En daar via Frankrijk heb ik gezorgd dat het de smokkelaar me direct naar Nederland brengt. Ja, want je had wel als doel al Nederland. Of op een gegeven moment, en dat was inderdaad maanden later dat mijn man hier in Nederland was. Ik wist niet ook waar. Toen was een hele zware aardbeving in Rest. 30.000 mensen zijn om het leven gekomen. Toen belde hij naar mijn tante in Teheran om te vragen van, nou, hoe staat het met mijn vrouw en kinderen? Ja, zijn die niet om het leven gekomen? En toen zei hij, nee, ze leven nog en Marjan is ook bezig om het land te verlaten. En toen heeft hij gezegd, hier een telefoonnummer, laat haar weten dat ik in Nederland ben. Toen was het voor mij van, oké, als hij nog leeft, daar is en leeft, dan zou ik het wel graag willen dat mijn kinderen in ieder geval herenigd worden met hun eigen vader. Ik had niet direct van, en we gaan samen, dat was het niet. Nee, je was ook nog een beetje boos natuurlijk dat hij... Ik was boos, maar ook van, nou, vanaf nu mag ik hetzelfde regisseur van mijn eigen leven zijn. Ja. Ja, ja. En hoe was het weerzien? Dubbel. Ik was enerzijds fijn om hem te zien. Ik vond het heel fijn voor kinderen. Afstandelijk. Ik hield hem echt heel erg van me af. Van, laten we het maar weer kijken of we het opnieuw gaan proberen. Maar nu heb ik het. Dus, en zo is het wel jarenlang gegaan. Ja, ja, en toen zijn we wel bij elkaar gekomen. Dus. Ja, en dat is ook een message die ik ook aan jongeren geef. Van elkaar leren houden vraagt het ook oefening. En ook soms offers. Als het iemand het moeite waard is, kan je het wel je best voor doen. Ja. Zolang dat je het wel doet van je eigen vrije keuze. En niet jouw vrijheid daarin laten beperken. Ja. Denk je in deze periode dat je dan in Nederland zit nog wel eens aan teruggaan? Want je laat natuurlijk heel veel achter eigenlijk. Ook familie, wat je net al benoemd, weet je wel. Soms wordt er qua vooroordelen te makkelijk gedacht van iemand vlucht. Voor een soort van geluk. Maar weet je, je laat zo ongelooflijk veel achter. Heb je daar wel eens met die gedachten gespeeld? Toen ik eenmaal op vlucht was en ten voorbereiding, ook toen wist ik dat ik wilde vluchten of weggaan. En het is niet weggaan van ik ga en dan kom ik er weer terug als ik daar gezetteld ben. Dat is het niet, want de situatie daar blijft voor jou hetzelfde. Ik ben er nooit terug geweest. Dus ik woon 30 jaar in Nederland. Ik ben in al die jaren nooit terug geweest. Ook familie nooit meer gezien? Ik heb familie gezien. Zij zijn hier naar Nederland gekomen. Mijn zussen heb ik een aantal jaren geleden uitgenodigd. Mijn oudste zus is ook een paar jaar geleden geweest. De aanleiding van mijn zussen bij elkaar te hebben was, mijn moeder was overleden. Ik vond het ook dat het een moment moet zijn om samen te markeren. Dus ja, dan kan ik niet naartoe. Dan vraag ik ze naar hier toe te komen. Mijn vader is overleden, heb ik nooit afscheid kunnen nemen. Dus die prijs is echt heel hoog. Maar ik vergelijk het leven of
ik zeg het ook gewoon, leven is een weegschaal. Dus je verliest iets, je wint het, je krijgt het iets voor terug. Dus het is nooit alleen dit. Nee. Dus je moet het ook zoeken naar balans. Inderdaad, de prijs van verlies is heel erg groot. Je familie, je ouders, je taal, je land. Al de herinneringen die daar zijn. En dan vervolgens krijg je hier vrijheid. En die vrijheid is zo kostbaar dat je wel inderdaad kennelijk in mijn situatie zoveel offers moest voor opbrengen. Daar heb ik het wel ook gedaan. Maar ik gun het niet, man, door. Ik denk van, nou, vrijheid mag het niet ten koste gaan van zoveel. Zoveel, dingen ja. Die al dierbaar zijn. Ja. Dus wat dat betreft, het besef, dat was er, maar het kwam steeds meer. Ja. En ook het gevoel van gemis. Was ik het zelf vergeten dat het ook zo groot was in het begin. Dat je het echt, je familie, je zus en iedereen daarin zo groot. Dat je het zo vaak mist. Maar inmiddels heb ik er wel daarin echt een juiste balans in gevonden. Hoe is het om dan in hier terecht te komen? Hoe is het leven dan, de eerste paar, de eerste periode? Ja, een nieuwe taal. Zo onbekend. Je moet de taal leren. Je kent niks van de omgeving. Je weet niks van van wat zich hier afspeelt. Waar kom je dan terecht? Maar het is wel leuk. Ik kwam eerst in een asielzoekerscentrum. Eerste weekend kwam mijn man mij ophalen vanuit Breda. Dat was vrijdagavond. Toen zijn we naar Den Helder gegaan. En daar hebben we het inderdaad lang gepraat, gebleven. En toen heb ik gezegd, nou, het mag gewoon maandag gelijk me aanmelden bij de END. Om asiel aan te vragen. En toen zijn we naar asielzoekerscentrum gegaan. Dat was Blieterswijk. Dat is ergens tussen Venray en Venlo, waar ook mijn man daar verbleef. Dat was inderdaad prettig. En toen heb ik mijn eigen asiel aangevraagd. Dus niet van, ik ben de vrouw van, maar ik wil gewoon mijn eigen asiel. Ik ben mijn eigen procedure. Want op deze manier weet ik het ook gewoon of ik het mijn eigen weg daarin kan bewandelen. Ja, of je gewoon daar je eigen onafhankelijkheid ook een beetje. Dat was voor mij echt een soort belangrijke autonomie. Ja. Ik wilde graag houden. En toen kregen we het inderdaad woning toegewezen vanuit Almere. Er waren twee plekken. Toen zijn we daar gaan kijken. Dachten, oh, dat is wel een mooie plek. Dan gaan we wel. Nou, iedereen is hier nieuw. Dus ik ga ook hier wonen. Ja, weer opnieuw opbouwen. Opnieuw opbouwen. Niemand is hier geboren en getogen Almeerders, dachten we toen. En het was toen, maar het is inmiddels situatie veranderd. En daar woon ik nog steeds. En daar. Fijn. Nou, studie. Werk. Ja, want toen ben je gaan studeren, werken. Ja, ontzettend veel. En waarom vind je het zo belangrijk om je verhaal te vertellen en je ook hiervoor in te zetten? Meerdere dingen. Met name heb ik echt altijd gezegd, het moet geen ego-document worden van hier, kijk maar wat is mij gelukt of wat is mij overkomen. Ik vind het wel belangrijk omdat het besef van dat niemand zomaar het vlucht. En dat het ook heel veel risico's vooraf gaan en ook heel verlies mee gepaard gaat. En dat het ontzettend belangrijk is als één iemand toch maar helaas die keuze heeft gemaakt en de beweging en dat dit wel in het land van de aankomst aankomt, dat wij met de gastvrijheid kunnen opvangen. De solidariteit, tolerantie, saamhorigheid en ook je verbonden voelen met de lot van een andere mens. Ja. Dat is het iets wat ik wil eigenlijk met mijn boodschap gaan vertellen. Maar ook van dat je niet moet zo gemakzuchtig denken van, oh, die mensen stappen het maar zomaar de auto in en gaan het de grens over. Hoe kijk je tegen die mensen aan die zoiets zeggen of vinden of denken? Ik ga altijd graag met die mensen in gesprek. Juist om aan hun mijn verhaal te vertellen. Ja. Omdat ik denk, en ik ben altijd benieuwd naar wat ligt er achter. Als iemand tegen me zegt, sorry, ik moet even. Nee, maar ik sluit. Solidariteit is, dat heb ik ook laatst iemand die heeft gezegd. Solidariteit, hoezo solidariteit, mevrouw Sigali? Dat is een diefstal. Zei, ja, ik snap dat je dat bedoelt. Zeg het maar. Leg me eens uit. Waarom denk je dat het zo is? Ik vind dat wij met elkaar moeten daar gesprek aan gaan. Ja.
Je moet het respect tonen, je hoeft het niet te accepteren. Je kan het ook uitleggen, je hoeft het niet de ander te overtuigen. Maar als het bijdraagt aan de inzicht, al is het maar een heel klein beetje, ja, helpt misschien dat je het anders kijkt naar de mensen. Ja, dat er meer begrip gaat zijn ook. Ja. Kijk, en die mensen die het wel ook zoiets roepen. Ik heb niet zoiets van nou, dat iedereen is daartegen of is er slecht. Dus ik ga niet heel snel mensen in een hokje drukken. Nee. En dat is het wel, denk ik, mijn kracht om te zeggen van hij vindt of jij vindt, omdat jij op dit moment ervaart dat een vluchteling je huis kan pakken, dat ik mag studeren, jij misschien, of jouw kind kan moeilijk aan een studie komen, of allerlei sociale voorzieningen, wat jij denkt dat het wel wordt afgepakt, dan schrijf je het wel af op de konto van een vluchteling of een immigrant. En de migrant, de vluchteling, zolang dat er anoniem is, dat ontstaat er ook geen begrip. Dus op het moment dat het wel contact ontstaat, op het moment dat Iris tegenover Marjan zit en Marjan met Iris praat, ja, dan hebben we het wel een bel erbij. Dan hebben we een taal. Dan hebben we meer begrip voor, ja, elkaar. Ja, dan horen mensen de verhalen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Ja. Dus dat is voor mij een belangrijke, om het verhaal te vertellen. Mensen niet afzetten van, ja, dan zijn ze laag opgeleid of ze zijn anti. Nee, ik vind dat we wel met elkaar in gesprek gaan. Ja. Maar er is voor mij ook een grens. Dat mijn vrijheid mag niet jouw vrijheid aantasten. Nee. Mijn veiligheid mag het ook niet zo zijn dat het jouw veiligheid gaat aantasten. Dus we moeten een samenleving creëren waarin verschillende opvattingen bestaan. Daar heeft Hannah Arendt ook ons gewaarschuwd van, zet mensen niet in de hokjes. Zeg niet van, och, dit zijn jongeren, dus dat gaat over. Nee, ga daar met elkaar in gesprek en zorg dat het wel het fundament van de samenleving bestaat uit dialoog, ja, en participatie. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven en daar zal ik er ook iets moeten voor doen. En de overheid is daarin faciliteren. Ja. Dat is hoe ik kijk naar de situatie. Ja. Dankjewel voor je mooie verhaal en dankjewel dat je wilde aanschuiven. Graag gedaan. Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.